Begin oktober kreeg een gelukkige groep Nederlandse kunstrijdtalenten training van Miki Ando. De tweevoudig wereldkampioen uit Japan kwam daarvoor speciaal naar Den Bosch. En daar hebben jullie voor gezorgd, toch? Ja. Ja. Toch, Roos? Ja, we zijn van de zomer op trainingskamp geweest in Andorra. Dat heeft Roos als verjaardagscadeau gekregen. Ja, nou, toen we daar kwamen, hebben we daar Miki ontmoet. En ja, op de manier hoe zij lesgeeft, dachten wij, nou, dat is misschien wel leuk om er iets mee te doen. Dus heb ik gewoon stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of zij bereid was om naar Nederland te komen. In 2001, toen was ze in Den Haag en toen heeft zij dus een Grand Prix, haar eerste viervoudig salchow gesprongen. Dat was natuurlijk super uniek dat dat haar gelukt is. En toen stond ik dus met haar op de foto en toen we in Andorra waren, toen dacht ik moet een goede openingszin hebben om een gesprek met haar aan te knopen. En toen dacht ik, daar gebruik ik die foto voor. Of course I say yes, because my dream, it was to be a coach for the future since I start skating, so it was a good success for me to come here. Ja, zij kan zo mooi schaatsen en daar kunnen we allemaal wel van leren. Daar mogen we eigenlijk wel heel erg trots op zijn. Het is geweldig om met een tweevoudig wereldkampioen te kunnen trainen. Het is voor ons heel bijzonder, want zo vaak maken we zoiets niet mee. En we kunnen er heel veel van leren. Vooral de ervaring die ze over kan brengen op ons, het is heel fijn. Zij heeft alles meegemaakt, wereldkampioenschappen, Olympische Spelen. Ze kent het, ze weet wat presteren is. En ze kan ons ook heel duidelijk maken dat het niet alleen om prestatie gaat, maar ook vooral belangrijk is om plezier te hebben in je sport. Wij schieten gewoon nog een hoop tekort in, op de manier van basisschaatsen, schaatsvaardigheid, je body movements met je bovenlijf, de muziekinterpretatie en ook gewoon een stukje techniek van springen. Als je dan kijkt naar Japan of in Rusland, lopen ze zoveel voor op ons. Ja, en also, we hebben ook in Andorra gezien hoe die kleine Japanners van haar trainen. Ja, die springen alles trippel en dan ben je 13 jaar. Dus we doen toch iets fout met z'n allen. En in combinatie. Ja. Dus ja, ze is nou hier om ons aan te leren hoe we kunnen werken op quickness, snel draaien, rotaties, hoogte. En dan gewoon met haar ervaring die zij natuurlijk heeft, probeert ze die inspiratie over te brengen. Well, I asked the head coach what they need from me. Not, you know, what I can give them or what the skater want to, because skater need to learn everything. Even me, still I learning from choreographer when I work with. So, but I work with the jump and spins and steps, but most of the time I feel from them is jump technique first, and then also the skating skill, because skating skill is much more important than jump, I think. Ja, ze heeft natuurlijk een quad gesprongen. Als vrouw zijn een quad springen is heel bijzonder. En in Nederland, ik ken niemand die een quad heeft gesprongen of zelfs triple axel. En ik wil heel graag de eerste Nederlandse man zijn die geschiedenis gaat schrijven voor Nederland. Ze heeft me heel veel tips gegeven en daar ben ik heel erg blij mee. Daar kan ik heel veel mee en daar ga ik zeker mee aan de slag, ook als ze weg is. If they say yes, of course I love to come back, because I met them, you know, we sometimes couldn't meet each other in this world because so many people living in this world and this is destiny, I guess. So I love to come back because I love to work with these kids.